Hey jongens, welkom in weer een nieuwe video. Deze video die gaat over het overwinnen van mijn rijangst. Dus ik wil eigenlijk al mijn tips, maar ook vooral de fouten die ik heb gemaakt met jullie delen. Voor de personen die het ook heel erg spannend vinden om auto te rijden. Of die misschien helemaal niet meer auto rijden. Zoals ik dat een tijdje terug niet meer deed. Vanwege deze hele coronasituatie is het echt een stuk rustiger op de weg. Dus toen ik laatst ergens heen moest rijden, had ik ineens dat ik dacht van wow, wat relaxed hé. Als je nu over je rijangst heen wil komen, dan voel dat gewoon een stuk chiller, omdat het dus zo ontzettend lekker rustig is op de weg. Ik wil het eerst eventjes hebben over mijn rijangst. En als je dit totaal niet hebt, dan denk je waarschijnlijk van, nou, meid, stel je niet zo aan. Dus alsjeblieft, wees mild in de reacties. Want ik denk dat voor elke angst geldt het een beetje dat de ene helft begrijpt het en de andere helft die heeft zoiets van, waar slaat het op? Dat is toch helemaal nergens voor nodig, meid? En dat is ook inderdaad niet nodig. Maar soms zit het er gewoon helemaal ingebakken. En dan is dat gewoon de situatie. Nou, ik ben nu 28. Ik heb op mijn 18e mijn rijbewijs gehaald. Ik vond het heel erg belangrijk om dat meteen te doen. En ik heb hem gewoon in één keer gehaald, mijn rijbewijs. Ik vond het nooit echt super leuk om te rijden, omdat ik mijn rijleraar ook niet echt mega chill vond. Maar goed, daar kwam die rijangst absoluut niet vandaan. Ik heb daarna ook gewoon auto gereden. Ik kwam niet heel ver, omdat ik in Houten woonde en al mijn vrienden woonden in Houten en alles is echt op 10 minuten afstand. Het is op een gegeven moment denk ik een beetje begonnen, omdat mijn zussen en ik die deelden een auto. En dat was een best wel verrotte auto. Hij startte zeg maar niet echt lekker op. Hij sloeg ontzettend veel af. En ik heb heel wat situaties meegemaakt. Dat ik bijvoorbeeld voor het stoplicht wel 3 keer ging afslaan. Dan 3 keer gewoon serieus een groen licht had gemist. Wat ik gewoon een beetje had, is dat ik gewoon heel veel van dat soort situaties had. En daarom denk ik ook dat ik vooral last heb van faalangst. Maar dat is misschien rijangst ook wel. Het was voor mij vooral dat ik een beetje bang was van wat mijn omgeving van mij dacht. En daar ben ik achter gekomen doordat ik in het buitenland wel auto kon rijden en in Nederland niet. Dus misschien is het ook een beetje een combinatie met dat ik YouTuber ben, dat ik op Instagram zit, dat mensen mij soms herkennen op straat. Vanaf het begin is dat best wel een dingetje voor mij geweest, dat ik dat lastig vind. Ik vind het zeg maar aan de ene kant super leuk, maar aan de andere kant geeft het me ook gevoelens alsof mensen naar me kijken. Alle ervaringen die ik heb gehad, daar schaamde ik me gewoon heel erg voor. En ik denk dat ik sowieso me heel snel schaam voor dingen. Ik denk dat andere mensen kunnen soms beter dealen met bepaalde dingen. Dus ik denk dat ook wel gewoon heel erg allemaal heeft opgestapeld. Want ik wilde gewoon geen fouten meer maken. Want ik had het idee dat als ik een fout zou maken in de auto, dat dan mensen me helemaal zouden uitlachen of zo. Dus het slaat helemaal nergens op als ik er nu over praat. Maar het is gewoon echt een opeenstapeling van dingen geweest. Ja, gewoon totaal niet nodig, laten we eerlijk zijn. Ik wil in ieder geval eventjes laten weten dat, kijk, als je aan je rijangst wilt werken, dan is dat dus best wel persoonlijk. Ik denk dat jij als enige kan voelen wat je voelt. En ik kreeg dan echt klamme handen. Ik ga ijsberen als een gek. Ik moet 180 keer naar de wc. En ik kan mezelf helemaal gek maken in mijn hoofd. Mijn omgeving had dan wel eens zoiets van, joh, rij alleen naar de supermarkt. En ik dacht, rij alleen naar de supermarkt, je bent niet goed. Dus wat voor mij altijd heel belangrijk was, was dat ik de persoon was die bepaalde of ik ging rijden of niet. Wat heel veel mensen tegen mij zeiden is, je moet het gewoon doen. En ik denk, kijk, er zijn geen fouten, maar ik zie het toch wel een beetje als een fout dat ik hiervoor heel vaak mezelf in het diepe heb gegooid en dat ik het daarna niet heb bijgehouden. Ik denk dat als jij heel bewust gaat werken aan je angst, dan moet je eraan beginnen en je moet het bijhouden en eigenlijk doorgaan totdat je die angst niet meer voelt. Gooi jezelf niet meteen in het diepe en begin echt met baby steps. Zorg dat je gewend raakt aan dat hele kleine stapje. Het ligt persoonlijk aan jou hoe klein dat stapje is. Het kan misschien letterlijk alleen maar zijn door in de auto te gaan zitten. En that's it. Want je wordt niet boos op jezelf. Blijf lief voor jezelf. Klinkt echt ontzettend als een yogi als ik dat zeg. Maar ik heb zo vaak gehuild en ik was zo vaak boos op mezelf als ik het niet voor elkaar had gekregen om de auto te starten. En nu ik erop terugkijk, denk ik, joh, het was ook een stap. En ik had gewoon meerdere stappen nodig dan een ander. En het helpt echt enorm, kan ik echt wel zeggen, door een auto te hebben waar je in kan rijden. Dat je hem van iemand kan lenen, dat je hem misschien zelf hebt. Want zoals ik al zei, je moet het bijhouden, want anders komt het terug. En ik heb eigenlijk gewoon elk klein stapje gedaan totdat ik me er goed bij voelde. Dus totdat ik dan op een gegeven moment dacht van, joh, ik vind het super gezellig met je in de auto, maar ik denk dat ik nu wel in mijn eentje kan rijden. Maar wat ik bijvoorbeeld had, is dat ik naar Houten toe reed, wat echt een heel klein stukje is. Dat ik het eerst heel erg spannend vond met Larissa naast me. Totdat ik het dus niet meer spannend vond. En toen ging ik een keertje in mijn eentje weer rijden. Ik dacht, dat kan ik wel. Maar zonder Larissa kwamen die spanningen weer terug. Maar die heb ik van me afgezet. Ik heb het gewoon gedaan. En de keer erop had ik die spanningen
niet meer. En het gekke met angst is dat het niet geleidelijk weggaat. Het is gewoon weg. Dus je zit gewoon in de auto en ineens besef je, hey, dus volgens mij voel ik geen spanningen meer. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik vind het is super rot om te horen dat je het gewoon moet doen. En daarom wil ik echt aan je meegeven, doe het gewoon. Maar bepaal je eigen tempo, bepaal je eigen niveau en wees niet bang dat je hele kleine mini-stapjes neemt. Want als jij hele kleine mini-stapjes neemt, is dat het verhaal van de haas en de schildpad. Je hoeft geen hele grote sprongen te maken. Als je misschien de schildpad bent, dan maak je allemaal van die mini-stapjes. Maar je gaat vooruit en je haalt ook die eindstreep. Oké, ik ben weer eventjes naar binnen gegaan, want ik wil nog een aantal vragen van jullie beantwoorden. Een van die vragen was bijvoorbeeld, hoe kan ik het beste omgaan met parkeerangst? Wat natuurlijk heel erg helpt is om van tevoren via Google Maps Street View te doen, om te kijken wat de situatie is. En dit is een tip die mijn vriend mij heeft gegeven. En dat is gewoon, ga gewoon oefenen in de straat. Ga gewoon file parkeren achter een auto, ook al staat er achter geen auto en heb je super veel ruimte. Eigenlijk is dat juist fijner, want dan weet je zeker dat je niemand raakt. Maar ga gewoon oefenen. Je kan dat misschien wel heel goed hebben geleerd, maar de auto waar je nu in rijdt is misschien heel anders dan degene waar je rijles in hebt gehad. Dus je moet hem gewoon leren kennen. En dat kan je alleen doen door te oefenen. Ik kreeg ook nog een vraag, hoe ga ik om met bijrijders? Ik weet dat de eerste keer dat ik echt met meerdere mensen ging carpoolen in een auto, dat was op Aruba. Zo, ik ben inmiddels naar Oranjestad gereden met de groep die achter me staat. We hebben dus huurauto's opgehaald net. Ik heb er zelf ook eentje. Ik zal nu heel eerlijk zeggen, ik heb rijangst. En ik moest net rijden, dus ik heb daarom even niet gevlogd. Ik had een kleine mental breakdown, maar het gaat wel weer goed. En ik denk dat het helemaal goed gaat komen. En ik weet nog dat ik het in eerste instantie heel spannend vond, maar omdat iedereen zo chill was en gewoon lekker aan het praten was en zo, dan ga je toch wat meer focussen op de gesprekken en de geluiden en de gezelligheid. En dan vergeet je eigenlijk bijna dat je aan het rijden bent. Het is net als dat je een muziekje aandoet. Het is gewoon je focus verleggen. Maar dan moet je natuurlijk wel eventjes checken wat hun vibe is. Als iemand heel zenuwachtig gaat doen de hele tijd, dan moet je gewoon aangeven van joh, ik wil liever niet dat je dat doet. Ja, als jij jezelf kunt vervoeren, dan weet ik zeker dat je anderen kunt vervoeren. En misschien dat zij zenuwachtiger zijn dan als jij bent. Oké, over het invoegen op de snelweg kreeg ik ook nog een vraag. Van, ik vind dat heel erg spannend. Wat kan ik het beste doen? Eigenlijk gewoon überhaupt met autorijden zou ik echt zeggen, wees voorbereid. Dus kijk goed om je heen. Kijk wat de situatie is. Als het druk is en je weet dat je op een gegeven moment een afslag moet hebben en je weet aan welke kant je zit, probeer gewoon alvast erheen te gaan, zeg maar. Mocht je nou ineens last minute denken, shit, ik moet die afslag hebben en je mist hem, dan is het maar gewoon zo. Maar ga niet handelen uit angst. Vaak als je een beetje spanning hebt, dan kijk je niet goed genoeg meer. Maar het is super belangrijk om goed voor te kijken, goed naast je te kijken, de hele situatie eigenlijk om je heen te weten en pas in te voegen als jij 100% zeker weet dat je dat op een verantwoorde en goede manier kan doen. En ja, als het heel druk is en je wordt er maar niet tussen gelaten en iedereen om je heen gedraagt zich als een lul, weet je, probeer gewoon zo duidelijk mogelijk aan te geven met je knippers door een beetje naar die kant van de baan te gaan en door mensen zo aan te kijken van laat me ertussen. En met dit was ik eigenlijk al vrij serieus. Want ik denk dat als je in een auto zit, mensen zijn vaak heel onaardig tegen elkaar in de auto. Want je ziet die andere persoon als een auto en je vergeet dat er een persoon in zit. Maar alle keren dat jij voorgelaten wordt door iemand en die persoon die steekt even zijn hand uit, dan heb je weer door van hey, we zijn allemaal mensen. Maar er zijn er ook gewoon een hele hoop die waarschijnlijk denken, oh die meid, ik zie aan haar hele hoofd dat ze zich wil invoegen en dat lukt niet. En ik laat er wel door. Dus weet je, maak gewoon contact. En weet dat er heel veel mensen zijn die gewoon wel deugen. Er gaan hoogstwaarschijnlijk momenten komen dat jij weer in de auto wil stappen. Dus ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze tips. Misschien kende je ze al, maar ben je nu weer gemotiveerd om eraan te werken. Kijk, als ik nu nog rijangst had, dan had ik Serena helemaal niet op kunnen halen en naar het ziekenhuis kunnen brengen. Terwijl ze met allemaal weeën in bed lag. Dus ja, weet je, daar ben ik gewoon super dankbaar om. En zo zijn er nog veel meer situaties. En had ik echt gewild dat ik er nog veel eerder aan had gewerkt. Maar weet je, alles op zijn eigen tijd. Iedereen zijn eigen tempo. Haast jezelf niet op. En ik weet zeker dat je het kan. Laat jezelf ook even horen in de comments. Want ik weet zeker dat er meerdere van jullie hier ook last van hebben. En het is toch wel een fijn gevoel om te weten dat je niet alleen bent.
En voor de rest zou ik willen zeggen, zet hem op en stuur me zeker een berichtje als je weer aan het autorijden bent. En weet je, ik zeg de hele tijd van ik ben er overheen, maar laatst had ik ook nog een ritje dat ik het toch weer even spannend vond. Maar het wordt alleen maar makkelijker om je daar weer overheen te zetten. Dus bij deze, heel veel succes. Laat aan me weten als het allemaal is gelukt en ik geloof in je. En dan zie ik je hopelijk weer in de volgende video. Doeg!